Tamia Gazon, wij kennen elkaar. Jij bent de artistiek leider van The Fat Lady, een operagezelschap. Vertel daar eens wat van. Nou, we zijn een kleine groep van 18 cast en crew, dus muzici, zangers en operamakers. We zijn 5 jaar geleden, ruim 5 jaar geleden begonnen in Haarlem. En inmiddels zijn we gegroeid en we zijn heel blij. We zijn hier niet omdat niet over de Fat Lady, maar over de impact. Het impact van de corona. We waren net een week voor een première. Want jij werkt met jong talent. Klopt. Operatalent. En dat is sowieso al heel moeilijk, omdat opera niet voor iedereen even makkelijk toegankelijk is. Nou, wat wij doen is absoluut anders. We zijn sowieso klein. We noemen het de intieme dialoog. We spelen in kleine bezettingen, dus geen grote orkesten, geen grote theaters. Ook midden het publiek, zeg maar, en op locatie meestal. En natuurlijk, het is een nieuwe manier van denken over opera. Ik wil niet zeggen dat het de enige manier is, er zijn zoveel. Maar het is ons dialoog, zeg maar, onderling met de artiesten, maar ook met het publiek. Maar denk je dat jij als klein gezelschap vooral getroffen bent? Of geldt het voor de hele opera dat het lastig is door deze periode om sowieso door te gaan, maar ook overeind te blijven? Allereerst is het voor de hele operasector, zeg maar, heel veel operahuizen zijn op dit moment, kunnen niks veel, of eigenlijk weinig doen, tot helemaal niks. Het is heel heftig voor de operawereld natuurlijk, omdat het gebaseerd is op bijeenkomsten, grote. Mm-hmm. En voor ons is het juist toevallig niet zo erg, omdat we klein zijn. Dus de risico's zijn ook veel meer beperkt. Wij zeggen altijd, it ain't over till the Fat Lady sings. Dus wat wij nu bezig mee zijn, in de afgelopen 2 maanden zeker, maar ook nu voor de toekomst, is nieuwe oplossingen, creatieve oplossingen te vinden. Ook moed te geven, dat is onze taak. Ja, want dat is het punt wat je maken wil, dat je vooruit moet kijken. Precies, en moed geven aan de artiesten. Hun plek op aarde mag blijven en moet blijven. Hun stem moet gehoord worden. Moet ook van deze tijd zijn voor de mensen rond zich heen. We zijn niet in een vacuüm. We werken gewoon in een bepaalde beschaving, een bepaalde maatschappij, cultuur. En dat is onze taak. En dus moed aan de jonge generatie om moed te verspreiden en te kunnen. Dat vind ik een heel mooi streven. En voor hoeveel mensen doe je dat vandaag hier? Ik doe het eigenlijk voor alle mensen die in de afgelopen 5 jaar bij de Fat Lady hebben gedaan. Of zoveel voor mijn publiek als mijn zangers en muzici. Mm-hmm. Nogmaals, de groep zelf is 26 op dit moment met alles erop en eraan. Maar ik denk zeker dat ik ruim 10.000 mag vertegenwoordigen. Met het publiek. Ik vind dat je er minstens 10.000, als het niet meer zijn. Maar ik denk dat als je het zo zegt, dat we het bij die 26 houden. Ja. Maar we houden in het achterhoofd dat die 10.000 moeten groeien naar 100.000. Tamir, dankjewel. En veel succes. Dankjewel. 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 We mogen daar tekenen. En weer 26 erbij.